Nintendo fans, welkom terug bij Miitopia. Of moet ik zeggen, Nintendopia. Want Zelda en ik zijn op pad. En in de vorige aflevering zei ik dat ik dit zwaard niet kon kopen. Die kan ik wel kopen. 140. We moeten gewoon spenden, joh. We moeten gewoon geld uitgeven. Alsof het niks is. Hey, Rikachu heeft een bronzen zwaard niet gekocht, jongen. We zijn nu de ultieme ridder met een bronzen zwaard. Nou, laten we die maar gelijk eventjes uitrusten dan. En dan gaan we verder op pad met dit team. Zelda, de popster. Rikachu, de krager. We verlaten de herberg. En waar gaan we dan nu naartoe, Ki? We gaan in ieder geval richting Nintendo-fan Rosalina. Hallo. Klaar. Af. Yeah. Let's go. Wat een schattig stukje heeft Zelda trouwens in daar. Rikachu wil even uitrusten. Maar Zelda zegt, we zijn niet buiten gevaar. Nee, nee. Oh. Bovenop je bakkes. Op je snuffert gefluffert. Gaat het? Oh, ik heb Zelda geholpen. Nou, wat aardig. Ik ben wel aardig. Ik help Zelda. Zelda is dankbaar voor de hulp. Kijk, we krijgen weer liefde voor elkaar. Straks worden we nog verliefd. Zelda! Oh, Zelda, val je weer om? Niet vallen, Zelda. Gewoon chillen. Ah, enemies. Het is Gnome en twee rotsnotvlinders. Pak de Gnoompie. Hoppakee, 7 HP. Oh, oké. Okay. Oh, wacht even, wacht even. Kom op, Zelda. Pak ze allemaal. Kijk, hoppa, die is kapot. De gnoompie is kapot. Lekker bezig, Zelda. Ik krijg wel pijn. Dit doet heel veel pijn. Wil je me helpen, Zelda? Ik heb HP nodig. We hebben in ieder geval nu 8 gezichtjes gered. Zelda gaat ook nog even aanvallen. En Rotsmot gaat mij weer slopen. Dude, ik ben al bijna door mijn HP heen, joh. Hou eens even op met z'n allen. We hebben wel gewonnen. Dat dan weer wel. Maar ik denk dat ik tijdens de volgende battle gewoon kapot ga. Terwijl Zelda wel lekker een leveltje omhoog is. Lekker Zelda, Ki. Zij kan nu een vriend aanmoedigen door hem een extra bird te gunnen. Dat is wel relaxed. We hebben vlinderhoning en gnoomham. Ik hou wel van parmaham eigenlijk. Dat lijkt me iets lekkerder dan gnoomham. En gnoomham, ik weet niet. Ik denk niet dat mij dat smaakt. Wat denk jij, Zelda? We vragen ons af of het gezicht van Link hier ergens zou zijn. Hé, dan is het een keer andersom. Dan gaat Zelda Link redden in plaats van Link Zelda. Nou, eigenlijk helpen ze altijd elkaar. En Zelda die zegt, er zou er een monster vast moeten zitten, toch? Wie weet, wie weet, wie weet. We gaan op zoek en hopen dat het monster ons niet eerst vindt. Nee, dan kunnen we gewoon zo in de rug zo. Plats! Monster kapot. Kom maar op, monsters! Hé, zeg, praat nou niet te hard, Rikachu. Je hebt freaking 6 HP. Tenzij we gewoon weer full HP hebben in de volgende battle. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Hé, hey, dat is Linkse bakkes. En die vraagt zich af, hoe zijn we hier beland? Weet ik ook niet. Ja, weet ik wel. Dat is de duistere vorst geweest. Oh nee, het is super rotsnotvlinder. Ah, het is de Linkvlinder. En die ziet er wel vet uit. Aanvallen. Ja, ik heb alleen zo weinig HP'tjes, joh. Ik ga dit niet redden, denk ik. Hoppakee, 8 HP eraf. Link Vlinder gaat nu Zelda slaan en mij slaan. Ik heb een goddelijk geschenk gekregen. Ja, dat is wel fijn. Is dat HP? HP-strooisel! Ja, lekker! Kijk, kijk, kijk. Hiermee kunnen wij mijn HP gewoon even weer omhoog krikken. Dat is fijn. Als je te veel HP verliest, dan is de strijd zonder verloren. Gebruik daarom het HP-strooisel voordat je knock-out gaat. Maar pas op, je kunt het strooisel maar beperkt inzetten. Gebruik het verstandig. Ja, dat leek me op zich logisch. Hoppakee, Rikachu. Eventjes weer op de benen. Oh, wacht even. Het is allemaal gewoon 1 HP de hele tijd. Neem ook HP, Zelda. En we kunnen er weer tegenaan, hoor. Hoppa. Oh, we kunnen het gevecht ook automatisch laten doen. Oké. Okay. Oh ja, lekker Zelda. Kijk, die doet een toegift. Dan kan ik nu 2 keer aanvallen. Doe maar. Hatsenflats. En nog een keer. Hatsenflots. Nice. Link Vlinder is aan de beurt. Die sloopt mij. Althans, dat probeert hij. En dat probeert hij ook bij Zelda. En Zelda die gaat helemaal los. En Zelda maakt Link Vlinder kapot. Lekker Zelda redt Link gewoon. Althans, zijn gezicht dan. En die is blij, want die zegt bedankt. Graag gedaan. Woep, woep, woep. We hebben het volgende koppie gered, joh. Team Zelda heeft gewonnen. Is dat Team Zelda? Is het niet Team Rikachu? Zelda die zegt in ieder geval, ja, ik had nog wel een paar rondes gekund. Waarom doen ze zo stoer de hele tijd als ze winnen, joh? Hé, hey, we krijgen 12 extra ervaringspunten. Ja, die gaan natuurlijk naar Rikachu, hè? Potverdikkie, wat denk je nou? Vlinderhoning hebben we gevonden. En we gaan door. Zonder Link. We hebben weer een herberg. Gaan we weer lekker tukkie doen. Beste Rikachu, bedankt dat je Goomba hebt gered. Dit is een kleinigheidje voor de moeite van Inkling. Nou, een uitjesbon.
dat is gezellig. Kunnen we nu naar de Efteling of zo? Laten we eerst weer even een hapje eten. Hier, Zelda. Neem maar even een gnoomhammetje. Rikkertje vond dat blijkbaar niet lekker. Misschien vindt Zelda het wel lekker. Ja, Zelda vond het wel lekker. Dan hebben we nu vlinderhoning. En we weten dat Zelda dat lekker vond. Dus nou, die mag Zelda dan ook hebben. Eet smakelijk. De MP gaat omhoog. En de andere vlinderhoning die gaat lekker naar Rikkertje toe. En die is ook erg tevreden. Op het flatsie. Ja. Ja, ja. Maar we hebben nu een uitje. We gaan naar de Efteling, jongens. Oh, nee. We gaan koffie leuten. Ga jij lekker koffie leuten, joh, Zelda. Dat vind ik wel wat voor jou. Die vraagt, ja, zullen we eerst een kop koffie gaan drinken? Nou, geniet ervan, joh. Ik denk dat we op het goede spoor zitten, hoor. Nou, dat hoop ik dan maar. Rikkertje van Zelda, grappig. Echt super grappig. Super grappig, samen koffie drinken. Dat is echt... Dat vind ik zo grappig. Heeft de bartender of de barista daar wel een gezicht? Oh nee, Zelda is er monies vergeten. Hé, maar dude, we hebben toch een bon? We hebben een bon, jongen. Je hoeft niet boos te worden, barista. Onze relatie is ondertussen wel verbeterd, dat is fijn. We zijn nu kennissen. En we hebben samen indruk maken geleerd. Oh, daarmee kunnen we vijanden extra schade toebrengen. Super chill. Maar, hebben we die bon nou ingeleverd of niet? Volgens mij niet. Ik heb een cadeautje gekocht. Is dat voor Zelda? Ik weet niet hoor, maar volgens mij ben ik Zelda aan het stelen van Link. Link, ik heb je gezicht teruggegeven, maar Zelda is voor mij. Hier, Zelda, cadeautje. Maak het open. Wat zou erin zitten? Een plusje pony. Die heb je altijd al willen hebben, toch Zelda? Zelda is blij. Kijk, onze relatie verbetert iedere dag, joh. Wij worden gewoon een dreamteam, jongen. Niveau 3 zijn we nu. En we hebben samen waarschuwen geleerd. Oh, daarmee waarschuw je je maatje. En kan die misschien wel een aanval ontwijken. We hebben weer post. Post van Rosalina. Die wilde vertellen hoeveel ik van Nintendo houd. Ik houd. Hou. Ik houd. Ik wollen sokken. Anyway, het past niet. Dus bezoek liever de officiële website. We hebben 3 game tickets gekregen. Jee, we kunnen spelletjes doen. Oh, kijk, kijk, kijk. We kunnen naar Rosalina toe. Of we gaan even bij Link kijken. Laten we bij Link gaan kijken. Link, sorry man. Ik heb Zelda van je gejat. Hoe is het voor de rest met je? Want hier is je bakkes weer. Je bakkes is weer terug, joh. Kijk. 1, 2... 3. Op je bakkes. Welcome back, Link. Ik ben blij dat je er weer bent, man. Mijn gezicht is terug. Wat een opluchting. Zomaar mijn gezicht op een monster plakken. Wie doet dat nou? In elk geval, bedankt. Nou, graag gedaan, maat. 200 monies. Dat is lekker. Kunnen we mooie spulletjes van kopen. Het is hier trouwens wel nog steeds heel donker hier in ons zorgeloze stadje. Laten we eens gaan kijken wat Rosalina hier allemaal aan het doen is. Oh snap. Ziet er goed uit, Rosalina, in een Mario-outfit. Hallo, ik ben Rosalina. Zeg, ben jij een Nintendo-fan? Tuurlijk ben ik een Nintendo-fan. Ben jij ook een Nintendo-fan? Doe dan zeker even duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Want dan hier heb je iedere dag Nintendo-video's. Natuurlijk ben ik Nintendo-fan. Rosalina wordt langzaam helemaal gek. Ik ook. Ik ben een enorme Nintendo-fan. Maar goed. Oké, even terug naar het begin. Je kunt bij Nintendo speciale figuurtjes krijgen. Ze heten Amiibo. Volgens mij heb ik wel een paar Amiibo. Een paar, niet zoveel. Anyway, we gaan door. Hoe zouden die eruit zien? Als je zo'n Amiibo hebt, zou je die dan aan mij willen laten zien? Natuurlijk joh, natuurlijk. Mag ik je Amiibo zien? Ik weet niet of ik dat nou een hele rare vraag vind of niet. Vraag je dat aan iedereen of je zo'n Amiibo mag zien? Ik ga mijn Amiibo pakken. Kijk, ik heb Chibi Link, van wie we net het gezichtje hebben gered. Die plaats ik wel even hier op de controller. Hey, Amiibo! Oh, dankjewel! Ze wordt helemaal gek. Amiibo zijn geweldig. Hier, dit is om je te bedanken. Hey, we hebben Link-kleding. Kunnen we die dan aan Link geven? Dit is toch super cool? Dit is super vet. Hoe geef ik dat aan Link? Even kijken, als ik naar uitrusting ga en dan naar kleding. Ja, kijk, dan kan ik die hier wel aan mezelf geven. Oh, maar die wil ik aan Link geven. Wacht. We moeten een Zelda-outfit scannen. En we hebben deze Zelda uit Breath of the Wild natuurlijk nagemaakt. Hier, Rosalina. Hier, de volgende. Jij mag mijn Amiibo zien. Wat een flats. Heb ik nu een Zelda-outfit? Ja! Zelda-kleding. Dit is vet. Kijk, als we nu Zelda eventjes pakken en dan de kleding gaan pakken en dan... Nou,
Wat cool! Dit is de echte Zelda! Heel vet! Ja, dit ziet er wel cool uit hoor. Maar nou ben ik dus benieuwd of ik mijn andere Mii's in het dorpje ook kleding kan geven. Als jij dat weet hoe dat moet, laat het even weten in de reacties. Dan gaan wij even door. Zelda en ik, ja, dit is wel next level Zeldaatje geworden hoor. Het mag hier wel wat spannender. Nou, voor mij hoeft het niet per se spannender hoor. Oh, kijk, daar gaan we al. Rotsnotjes. Au, laat Zelda nou eens met rust, joh. Hoppakee, dit is lekker. Pak aan! En nog een keer. Easy, easy. En Rikkertje is level 3. Heerlijk dit, we gaan hard. Ik heb sprongslag geleerd. Dat is volgens mij gewoon een hardere aanval. Waar zijn we nu weer? Die wolk, die lijkt wel slijmgelei. Volgens mij lijkt hij meer op een sappige gnomon. Ik ben benieuwd wat voor wolkie dit is. We hebben in ieder geval honger gekregen, zo te zien. Gaan we zeker weer naar de herberg of zo. Kom op, jongens, kom op. Waar is de Dark Lord? Oh, we kunnen een weg kiezen. We kunnen een moeilijke weg of de makkelijke weg. Ik ben level 3. Zelda heeft een goede outfit aan. Laten we de moeilijke weg pakken. We zijn een beetje buiten adem. Oh, snap. 4 gnoomhoofden. We krijgen eerst flink op onze bakkes, volgens mij. Oh, wacht even. Zelda die heeft mij geholpen. Zelda slooft zich uit. Haha, wow. Lekker bezig. Ik kan nu de sprongslag doen. Die doe ik op gnoom D. Gnoom D, je bent de Sjaak. Of de D van Dirk mag ook. Je bent de Dirk. Hatsflats. Dat voelde echt goed. Ja, dat was wel lekker. En we hebben weer een godly gift. We hebben weer MP-strooisel. Ja, daarmee kunnen we net als HP natuurlijk onze MP terugkrijgen. Go, go, go. Hotsiflots. Als die aanval wat sterker wordt van Zelda, dan is het echt een hele fijne aanval. Oké, we gaan de volgende gnome even nakken. Hatsakadeetje. Zelda is alleen wel bijna kapot. Zelda, hier, neem wat HP. Daar gaan we. Er is nog één gnoomhoofd over. En die maken we ook even kapot. Hoppakadee. Klaar met jullie. Wat nou moeilijke weg? Ook de moeilijke weg fixen wij gewoon. Pompidompidom. Volle kracht vooruit. Hé, hey, we zijn bij een kistje. Die kunnen we open of niet openen. Waarom zouden we het niet openen? Dit moet je toch altijd openen? Ik bedoel, je bent de schattenjager of niet? La 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 la. En we zijn bij een herberg. Hé, hey, de deurbel ging. Er staat iemand voor de deur. Ho, ho, ho. Het lijkt erop dat je wat gezelschap hebt. Nou, maar wie is het dan? Een nieuw teamlid? Oh? Het zou moeilijk zijn om de duistere vorst met z'n tweeën te verslaan. En daarom heeft de goddelijke stem iemand gevraagd om zich bij ons aan te sluiten. Het nieuwe teamlid. Dus we moeten weer iemand nieuws gaan maken. Maar wie dit nieuwe teamlid wordt, dat zie je in de volgende aflevering. Laat in de reacties weten wie jij graag als nieuwe teamlid zou willen zien. Ik ben heel benieuwd. Dus laat een reactie achter. Doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!